De volkstuinvereniging De Kaaistoep die ligt ten zuiden van de Blaak. Als je het Beltslijntje affietst, dan richting Turnhout en je gaat onder de A58 door, dan zie je het na 100 meter rechts liggen. Het is een vereniging die al 27 jaar bestaat en we hebben zo'n 37 leden, waarvan 1/3 vrouwen en ongeveer 2/3 mannen. Als je bij ons het terrein opkomt, kom je eerst op de parkeerplaats en dan, als je lid bent, heb je een eigen sleutel en kun je naar binnen. Dan zie je de verschillende percelen van de verschillende leden liggen en een kantine die voor iedereen beschikbaar is. Het is een kantine waar je kunt schuilen, je kunt er zitten kletsen. We houden er de vergaderingen 2 keer per jaar. En op zaterdag dan wordt er voor iedereen koffie en thee geschonken en dan wordt het lekker gezellig gekletst. Als iedereen de tuin, dan heb je het meestal wel water nodig. En dat doen wij nog allemaal met hand oppompen. We zitten in het waterwindgebied, dus we nemen aan dat het ook wel redelijk gezond water is. En voor elektriciteit hebben we een aggregaat. Iedereen heeft dus zijn eigen stukje grond. Wat kan variëren van 75 vierkante meter tot 200 vierkante meter. En naargelang je eigen interesse, plant je daarop in principe wat je wil. De ene die kiest voor bloemen, de andere die kiest voor fruit, de andere kiest voor groenten of een combinatie daarvan. Dat maakt in principe niks uit. Als je groente teelt, dan willen wij wel controleren dat het gezond gebeurt. We zijn een tuin die streeft naar zo biologisch mogelijk groente en fruit kweken. En dat betekent dat je op een aantal dingen moet letten. Bijvoorbeeld op de teeltwisseling. Zo mogen de aardappels niet steeds op hetzelfde stuk grond staan, maar moet dat roleren ter voorkomen van ziektes. Ja, tuinieren kan een hartstikke leuke hobby zijn. Je bent heel veel buiten, in de buitenlucht, in de frisse lucht. Je kunt hartstikke lekkere groenten en fruit kweken. Je kunt hele mooie bloemen kweken. Wat je wil. Het contact met de medetuinders is er ook altijd. Iedereen wil je altijd helpen met goede raad en daad bijstaan. En voor de kosten hoef je het niet te laten. Als je zin hebt, kom dan eens kijken op zaterdagochtend. Dan is er altijd wel iemand van het bestuur aanwezig die je kan rondleiden.